Welkom bij de examentraining Mechanica. In deze examentraining zal ik eerst kort uitleggen wat er getoetst wordt in dit domein. Vervolgens leg ik uit welke verbanden er zijn met andere onderwerpen in het examen. En ik geef een super korte samenvatting en daarna loop ik één voor één de onderwerpen langs. Krachten en bewegingen, energie, behoud, gravitatie en tot slot cirkelbewegingen. Als je nou op zoek bent naar een specifieke uitleg, gebruik dan de inhoudsopgave in deze YouTube-video in de beschrijving. Ik heb ook aangegeven waar ik welke examenopgave uitleg. Wat wordt er getoetst in dit domein? Dit is domein C uit de syllabus. En als je niet weet waar ik het over heb, de syllabus kun je vinden op examenblad.nl. En in mijn algemene examentraining-video leg ik uit hoe die syllabus werkt en wat er allemaal in staat. Er zijn drie subdomeinen, dat is C1 kracht en beweging, C2 energie en wisselwerking en C3 gravitatie. En ik heb een klein voorbeeldje van C1 weergegeven. Hier zie je de eindterm, de kandidaat kan in contexten de relatie tussen kracht en bewegingsveranderingen kwalitatief en kwantitatief analyseren en verklaren met behulp van de wetten van Newton. Nou, dat wordt helemaal uitgewerkt in allerlei specificaties. Het is nuttig om die een keertje door te lezen, zodat je weet wat er van je verwacht wordt. Welke verbanden zijn er nou met andere onderwerpen? Kracht en beweging en energie komen in heel veel gebieden van de natuurkunde voor. En ik heb er een paar belangrijke uitgehaald. B1, informatieoverdracht of trillingen en golven, dan moet je denken aan veerenergie of veerkracht en hoe dat dan invloed heeft op een trilling dus. D1, elektrische systemen, dan hebben we het vaak over elektrische energie. D2, elektrische en magnetische velden, dat gaat over geladen deeltjes die kunnen versnellen in een elektrisch veld of bijvoorbeeld van richting kunnen veranderen in een magnetisch veld en dan heb je het over de Lorentzkracht. F1, kwantumwereld, dan gaat het over energieniveaus. Daar wordt energiebehoud toegepast. En natuurlijk modelleren. En dat is een heel groot onderwerp waarbij heel veel mechanica wordt gebruikt. Daarvoor heb ik ook een aparte video gemaakt, anders wordt het te veel in één. Nou, dan nu de superkorte samenvatting. Wat moet je je voorstellen bij mechanica? Als je een voorwerp hebt dat beweegt, dan zou je daarvan een plaats-tijd-diagram kunnen weergeven. Zo beschrijf je die beweging. En op een bepaald moment heeft zo'n voorwerp, bijvoorbeeld een auto, een bepaalde snelheid. Dus je kunt ook een snelheid-tijd-diagram weergeven. En als de auto van de snelheid verandert, dan versnelt die. En dat kun je dan uit zo'n diagram halen. Nou, voorwerpen die versnellen of vertragen, daar heb je krachten voor nodig. Dus met krachten kun je uitleggen dat een voorwerp ofwel in rust is of met constante snelheid beweegt, of dat het gaat versnellen of van richting gaat veranderen. En dat kun je dus allemaal uitleggen met krachten. Maar zodra er krachten werken en zodra er voorwerpen verplaatsen, wordt er arbeid verricht. Dat betekent dat de energie verandert van zo'n voorwerp. Als ik een bal omhoog gooi, dan oefen ik een kracht uit op die bal. Dus ik verricht arbeid, ik versnel die bal krijgt kinetische energie. En als ik hem loslaat, dan werkt alleen de zwaartekracht en die remt die bal weer af, waardoor kinetische energie wordt omgezet in zwaarte-energie. En je kunt die beweging van de bal dus beschrijven met diagrammen, met krachten of met energie. En daar moet je flexibel tussen kunnen schakelen. Nou, dat is de superkorte samenvatting. Ik ga nu eerst wat tips geven en daarna gaan we al die onderwerpen langs met oefeningen. Wat zijn nou de algemene tips voor dit domein? Nou, mechanica heeft dus heel veel opties om de som op te lossen. Dat maakt het ook wel moeilijk. In het algemeen geldt, maak eerst even een ruwe schets. Schrijf de gegevens op in symboolvorm. Dus als je een massa hebt, m is zoveel kilogram. Kies het onderwerp. Dus bedenk of je te maken hebt met het beschrijven van bewegingen en met krachten of met energiebehoud bijvoorbeeld. En vaak zijn er meerdere wegen, vaak zijn er meerdere oplossingsstrategieën. Maak een keuze en ga daarmee aan de slag. Schrijf wel je denkstappen op, want soms overzie je het probleem nog niet helemaal of weet je nog niet wat de oplossing is. En als je stapje voor stapje opschrijft wat jij bedenkt, dan is de volgende stap vaak al makkelijker te zien. En als je er niet uitkomt, dan heb je in ieder geval je tussenstappen opgeschreven en dan heeft jouw docent iets om na te kijken. Dat is wel zo prettig. En tot slot gebruik natuurlijk je schets, want die heb je niet voor niets gemaakt. Dat is handig omdat die schets je helpt begrijpen wat er aan de hand is. Ja, welke strategie gebruik je nou? Een paar
tips om te beslissen of je nou iets met krachten gaat doen, of diagrammen, of energiebehoud bijvoorbeeld. Als de vraag is wat er nou is veranderd tussen twee momenten of posities, bijvoorbeeld denk aan een bal. Ik heb een bal die ik omhoog gooi met een bepaalde snelheid. En even later is die op een bepaalde hoogte. Nou, dan heb je twee momenten. Dan moet je meestal energiebehoud of energie dus gebruiken. Is de vraag, wat gaat er op een bepaald moment gebeuren? Versnelt iets, vertraagt iets, staat iets stil? Dan heb je het meestal over krachten en dus de wetten van Newton. Zie je een deel van een cirkelbaan, dan ligt het voor de hand dat je iets gaat doen met de middelpuntzoekende kracht. En vaak wordt dat gecombineerd met gravitatie. De verbindende factor tussen al die onderwerpen, dat is dus bewegingen. Het beschrijven van bewegingen kan in vergelijkingen of het kan in diagrammen. En vaak heb je dat dan nodig bij krachten of energie of zo'n cirkelbaan. Nou loop ik dus die verschillende strategieën en die verschillende onderwerpen binnen de mechanica langs. Eerst weer wat tips steeds per onderwerp en daarna oefeningen examenoefeningen om mee te oefenen. Examenopdrachten om mee te oefenen. Ten eerste bewegingen beschrijven. Ja, dat zegt dus eigenlijk hoe iets beweegt. Dat kan dus met bewegingsvergelijkingen. Denk dan aan V is A keer T. Als je een eenparig versnelde beweging hebt, dan reken je met deze formule uit hoe hard iets gaat als het vanuit stilstand is versneld. Nou, al die vergelijkingen vind je in Binas tabel 35, A1 en A2. Je kunt het ook doen met grafieken. Dus een XT-positie-tijddiagram of een snelheid-tijddiagram. Zo kun je dus een beweging beschrijven. Tips hierbij. Maak een schets van de beweging in een XT- of een VT-diagram. Dat kan vaak helpen. Soms zijn die diagrammen gegeven, dan hoeft het natuurlijk niet. Maar soms kan het helpen om te bedenken, versnelt het nou eigenlijk? Dus hoe ziet die grafiek er zo ongeveer uit? Let op welke eenheden worden gebruikt. Als een diagram wordt gegeven, dan kan het zijn dat de snelheid in kilometer per uur is of in meter per seconde. Daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Dus let op wat staat er in een diagram uitgezet. Verticaal en horizontaal. Krachten, die voorspellen eigenlijk hoe iets gaat bewegen. Dus bewegingen kun je beschrijven, maar de krachten verklaren eigenlijk waarom iets beweegt zoals het beweegt. En die formules kun je vinden in Binas tabel A3. Tips hierbij, teken de kracht op het voorwerp. Maak even een schets. Soms moet je kracht ontbinden. Dan moet je dat construeren. Of je gebruikt SOS-CAS-TOA. Is er een constante snelheid? Of is de snelheid 0 en constant? Dus blijft de snelheid 0. Dan is er geen versnelling. En dan geldt dus dat de resulterende kracht, m keer a, die is gelijk aan 0. Dus in iedere richting heffen alle krachten elkaar op. En daarbij is dat ontbinden dus zo handig. Je kunt dan in bijvoorbeeld de verticale richting kijken, heffen alle krachten elkaar daar dan op. En de horizontale richting hetzelfde, heffen daar de krachten elkaar op. Is er een versnelde beweging, eventueel eenparig, dus met een constante versnelling, bereken dan de resulterende kracht met Fres is m keer a. En of, dat ligt er een beetje aan, je kunt die resulterende kracht ook vinden door alle krachten samen te stellen. Dan is het nu tijd voor de eerste voorbeeldopgave. Dit is een opgave uit 2013, tweede tijdvak. Dat heb ik er steeds boven gezet. Deze opgave heet Trekker Trek. Hij begint met een vrij lange inleiding en een foto. Lees hem even zelf door, dat is denk ik makkelijker. Dus pauzeer de video eventjes en ga verder als je klaar bent met lezen. Nou, de vraag die hierbij hoort is de volgende. Ik raad je aan om deze opgave zelf eerst te maken. Dus pauzeer de video, pak pen en papier erbij en je Binas en rekenmachine. Maak de opgave en ga dan verder met de video. Dan leg ik uit hoe je deze opgave oplost. Nou, wat is nou belangrijk in deze opgave? Ik highlight steeds de dingen die je uit de tekst moet halen. Het gaat hier over een full pool. Nou denk je misschien, wat is dat? Maar dat staat erboven, in dit stukje tekst. Als de afstand 100 meter is, dan is er sprake van een full pool. Dus de vraag is, hoeveel afstand legt die trekker af in de tijd die hier weergegeven is? Nou, we hebben een snelheid-tijddiagram. Let op, ik zei het net al, let op wat er langs de assen staat. We hebben snelheid in meters per seconde en horizontaal secondes.
Nou, heb je geleerd dat de verplaatsing in een snelheid-tijddiagram, dat vind je door de oppervlakte onder de grafiek te bepalen. Als je dat lastig vindt te onthouden, kijk dan naar de eenheden. Meters per seconde keer de tijd in secondes, dat levert op meters. Nou, doe je iets keer elkaar, dat doe je dus ook bij een oppervlakte bepalen. Dan doe je de lengte keer de breedte. Zo kun je onthouden dat je een oppervlakte moet bepalen onder de grafiek. Dat kan met de hokjesmethode, dus je gaat het aantal hokjes tellen onder de grafiek. Of je kunt de grafiek opdelen in rechthoeken en driehoeken en daar de oppervlakte van bepalen. Ik zal die eerste methode gebruiken. Nou, één hokje is 2 seconden breed en 1 meter per seconde hoog. We hebben het dus niet over een echt oppervlak, maar grafisch is het een oppervlak. En de eenheid daarvan is dan, ik heb ze erbij gezet, meters, 2 meter. Dus elk vierkantje hier is 2 meter. Nou tel ik hier, dat is in dit blauwe gebiedje, het blauw omrande gebied, tel ik 37 hele hokjes. Maar dan heb ik te weinig, ik heb allerlei hokjes over. Daar heb ik een tip voor, dus probeer dan al die brokjes, al die kleine stukjes, en hier heb ik dat voor gedaan, probeer die dan aan elkaar te plakken. Nou, dit rode gebiedje, dat grote stukje en het kleine stukje, die kun je aan elkaar plakken en dan heb je weer één hokje. Nou, als je dat doet, dan vind je 8 samengestelde hokjes en bij elkaar zijn er dus 45 hokjes, keer 2 per hokje is dus 90 meter. Nou, dan heb je heel veel werk verricht en dan denk je waarschijnlijk, ik ben klaar. Lees altijd nog even de vraag. Wat was de vraag? Niet hoeveel afstand er is afgelegd, maar of er een full pool is. Nou, een full pool was 100 meter. Conclusie, geen full pool. Je krijgt een punt voor het inzicht dat je de oppervlakte onder de grafiek moet bepalen. Je krijgt een punt voor die bepaling van de oppervlakte, 90 meter. En de conclusie is een punt. Vergeet die dus alsjeblieft niet. Deze vraag gaat nog even verder. Nou wordt er een tekening gegeven van die opstelling van die trekker met de sleepwagen en erop een ballastblok. De massen staan er hierbij in ton. Dan is er een grafiek van de weerstand die de trekker ondervindt als functie van de afstand langs de baan. En je ziet dat hier dus gegeven kilonewton, verticaal en meters horizontaal. Dan hier weer de grafiek die je eerder ook had voor de snelheid als functie van de tijd. En dan is dit de vraag. Pauzeer weer de video, maak de vraag eerst zelf en ga dan weer verder. Teken nou eerst eens even de krachten in de tekening die je hier hebt. Er is een aandrijfkracht. Ik heb het maar even hier in het midden van het hele systeem getekend. Alsof het op al die drie massa's werkt. Dat is in feite ook zo. Dus je hebt een aandrijfkracht, een pijl naar voren. En je hebt een weerstandskracht en die gaat altijd tegengesteld aan de bewegingsrichting. Nou heb ik die korter getekend, want die trekker versnelt naar voren. Dat betekent dus dat de resulterende kracht groter is dan 0. Anders zou die niet versnellen. Dat kun je ook in een formule opschrijven. Al omdat die krachten in één richting werken, weliswaar tegengesteld, maar langs één lijn, mag je ze gewoon van elkaar aftrekken of bij elkaar optellen. In dit geval werken ze elkaar tegen, dus de resulterende kracht is gelijk aan de aandrijfkracht min de weerstandskracht. Ja, voor de resulterende kracht weet je dat de massa is keer de versnelling. Nou is die massa hier het totaal van de massa die versnelt. En dat is in dit geval 16,5 ton. Dat vul ik hierin. Het ging om de aandrijfkracht, dus ik heb de formule wat omgeschreven. En de aandrijfkracht is dan de massa keer versnelling, hè, dat is die resulterende kracht, plus de weerstandskracht. Nou, we weten de massa. De weerstandskracht, die moeten we dus gaan aflezen. Daar is een grafiek voor. En de versnelling moeten we dan ook nog bepalen. Bij de start, dus bij 0 meter, lees ik af 15 kilonewton. Dat is 15 keer 10 tot de derde newton. En de versnelling gaan we bepalen uit de grafiek. In dit geval, in deze situatie, moet je dus de helling hebben. Want we hebben het over een versnelling. Bij de vorige opgave was het een oppervlakte onder de grafiek. Waarom moet je dan nu ineens een helling hebben? Nou, een helling is hoeveel je omhoog gaat delen door hoeveel je vooruit gaat. Dus je moet iets delen. Nou staat er verticaal in die grafiek voor de snelheid en tijd meters per seconde. Als je dat deelt door secondes, krijg je meters per seconde kwadraat. En dat is een versnelling. Zo kun je dus onthouden wanneer je de oppervlakte onder de grafiek moet bepalen of de helling. Ik heb hier die rode lijn getekend. Dat is volgens mij de raaklijn in de oorsprong, want dat is bij de start.
En dan zie je dus, ik lees dan hier af, 6 seconden duurt dat. En in die 6 seconden, lees ik langs die raaklijn af, neemt de snelheid toe met 8,5 meter per seconde. Dan is de versnelling de verandering van snelheid te delen door de verandering van tijd. En als je die op elkaar deelt, kom je op 1,42 meter per seconde kwadraat. Die heb ik hier ook opgeschreven. Dan is dus de aandrijfkracht, nu vullen we alles in, dat is die massa keer de versnelling plus de afgelezen weerstandskracht. En dan kom ik op 3,8 keer 10 tot de vierde newton. Je krijgt een punt voor het inzicht in die krachten. Dus die resulterende kracht is aandrijfkracht min weerstandskracht. Je krijgt een punt voor het gebruik van de tweede wet van Newton, Fres is m keer a, met die massa, dat is belangrijk. Je krijgt een punt voor het aflezen van die weerstandskracht, voor het bepalen van de versnelling en voor het helemaal oplossen en uitrekenen. Energiebehoud. Nou, wat is nou belangrijk bij energiebehoud? Kies twee momenten die je met elkaar vergelijkt. Ik noemde net al het voorbeeld van een bal die je omhoog gooit. Die twee momenten kunnen bijvoorbeeld zijn het moment dat die bal je hand verlaat. En het tweede moment kan zijn een bal die op het hoogste punt is. Nou, pas je daarmee energiebehoud toe. De totale energie op moment 1 is gelijk aan de totale energie op moment 2. Wat is de totale energie? Dat ligt er maar aan welke situatie je hebt. Maar denk bijvoorbeeld aan welke energie er zijn. En die vind je in Binas tabel 35, A4 en A5. Dat kan zijn zwaarte-energie, kinetische energie, veerenergie enzovoort. Dus ga na in de opgave welke van toepassing zijn en gebruik Binas om de juiste formule te vinden. Dan moet je ook soms rekening houden met het toe- of afvoeren van energie. Energiebehoud geldt alleen maar voor een gesloten systeem. Maar soms stop je ergens energie in of verdwijnt er energie uit jouw systeem. En hoe kan dat nou? Bijvoorbeeld met chemische energie. Je verbrandt een brandstof, dan komt er energie bij vrij. Of elektrische energie. Je sluit een lampje aan op een batterij, dan komt er energie in je systeem vanuit die batterij. Verrichte arbeid. Als jij op de fiets een kracht verricht over een bepaalde afstand, dan verricht je arbeid en dan stop je energie in het systeem. Maar vaak ook hebben we last van wrijving en dan ontstaat er warmte. En dat is eigenlijk ook arbeid, alleen die is dan negatief, dan verdwijnt er energie uit je systeem. Als je dat nou maar netjes meerekent in die formule voor energiebehoud, die hier bovenaan staat, dan moet het goed gaan. Daarvoor heb ik een voorbeeld. Jan van Gent, dat is een vogel, je ziet hem hier op de foto. Maak weer deze vraag eerst zelf en kijk dan verder. Nou wil ik even een tip geven. Die eerste vraag die kun je oplossen met bewegingsvergelijkingen. Je kunt hem ook oplossen met energie. Maar als oefening probeer het eens op te lossen met het gebruik van bewegingsvergelijkingen. Ik heb hier weer aangegeven wat belangrijk is in de opgave. Hij komt met een snelheid van 100 km per uur terecht. In het water terecht. Daar staat er in de vraag een vrije val is belangrijk en dat hij over 30 meter valt. Dat is dus eigenlijk alles wat je nodig hebt. Nou, ga dus uit eerst eens van een vrije val over 30 meter. Dus de verplaatsing is 30 meter. De versnelling bij een vrije val is gelijk aan de valversnelling, g, 9,81 meter per seconde kwadraat. En de eindsnelheid is gegeven, 100 km per uur, reken het om naar meter per seconde. Dat is 27,8 meter per seconde als ik het afrond. Ja, voor die eindsnelheid geldt deze bewegingsvergelijking. Vanuit stilstand is dat de versnelling keer de tijd dat je versnelt. Dat is dus voor de tijd, hoe lang doe je daar dan over? Want dat is de enige onbekende. Je eindsnelheid delen door de versnelling. En dan kom ik op 2,83 seconden. Nou ja, welke andere informatie hebben we nu nog? Dat is die afstand. Nu is de vraag dus, als je 2,83 seconden versnelt, hoeveel afstand leg je dan af? Is dat 30 meter? Dan klopt de vraag dus eigenlijk niet. Nou is de verplaatsing de gemiddelde snelheid keer de tijd. Dit geldt altijd. Het is soms lastig om te weten wat de gemiddelde snelheid is. Omdat je hier vanuit stilstand naar een bepaalde eindsnelheid versnelt, is de gemiddelde snelheid gelijk aan de helft van de eindsnelheid. Dus dat zie je hier ook staan en dan vul ik het in en dan kom ik op een verplaatsing van 40 meter. Conclusie, de snelheid die wordt pas bereikt na 40 meter en niet na 30 meter. Dus dat klopt en dat heb je dus bij deze aangetoond. Je krijgt een punt voor het toepassen van die
formule, die bewegingsvergelijking, voor het gebruik van de formule voor verplaatsing met een gemiddelde snelheid, voor het berekenen van de verplaatsing en tot slot de conclusie. Deze opgave gaat nog even door met vraag 2 en 3. Maak de vraag eerst en kijk dan verder. Wat is nou belangrijk in deze tekst? Nou, voor de eerste vraag, je hebt die massa nodig, 2,8 kilogram. Hij versnelt zonder verticale beginsnelheid, dat is belangrijk. En het gaat over zwaartekracht, maar hij levert zelf ook een kracht. We hebben dus twee krachten. En er is een tijd gegeven waarin hij versnelt. Tot 27 meter per seconde. Dat betekent dus dat je hier je strategie moet gebruiken voor krachten. Dan heb ik net gezegd, dan is het handig om een schetsje te maken. Dit is weer die vogel, die Jan van Gent. Er is een zwaartekracht naar beneden. En er is een vleugelkracht naar beneden, hè, want hij versnelt naar beneden. Dit zijn dus de krachten op die vogel. We moeten de gemiddelde kracht berekenen. Dus laten we eerst eens opschrijven wat we van die krachten weten. Ten eerste, hij versnelt. Dus FRS is m keer a. Maar die kun je ook uitrekenen met behulp van de krachten. Je ziet in het plaatje dat je die krachten bij elkaar op moet tellen. En het ging om die vleugelkracht. Dus dat heb ik hier omgeschreven. En ik heb ingevuld m keer a voor FRS en m keer g voor FZ. Die versnelling die haal je uit de tijd waarin die versnelt en de snelheid die die bereikt. Dan kom je op een versnelling van 32,9 meter per seconde kwadraat. Dus als ik alles invul, die gemiddelde vleugelkracht is 65 newton. Voor de tweede vraag is het belangrijk dat hij zich 28 meter boven het water bevindt na een bepaalde tijd. En dan met energiebehoud moet je aantonen met welke snelheid hij in het water terechtkomt. Dus we hebben een hoogte. Er wordt al gezegd gebruik nou energiebehoud. Dus dat geeft al aan welke strategie je gaat gebruiken. En het gaat erom te vinden welke snelheid hij heeft in het water. Nou zei ik bij energiebehoud, kies twee posities. En dat is hier al gegeven in de vraag. 28 meter boven het wateroppervlak en het wateroppervlak zelf. Gebruik dus energiebehoud. De energie boven, kinetisch en zwaarte-energie, moet gelijk zijn aan de energie beneden. In principe ook weer kinetisch en zwaarte-energie. Maar ik vul het hier allemaal in. Boven heeft hij kinetische energie, want hij had een snelheid erboven. Dan heeft hij ook een hoogte, dus zwaarte-energie. Maar beneden heeft hij alleen nog maar snelheid en geen zwaarte-energie meer. Want we kiezen natuurlijk de hoogte 0 bij het wateroppervlak. Als je dan hier alles invult, ik heb het niet alle tussenstappen gegeven, dan krijg je links een getal, dat is 1790. En rechts krijg je 1,4 keer die snelheid in het kwadraat. En als je dat omwerkt, dan moet je dat op elkaar delen en de wortel trekken en dan vind je een snelheid van 36 meter per seconde. Je krijgt bij vraag 2 een punt voor het gebruik van FRS is MKA, voor het inzicht dat die krachten zo opgeteld moeten worden. Een punt voor het berekenen van de versnelling en het completeren, dus dat helemaal uitrekenen. En voor de derde vraag, vraag 3, krijg je een punt voor het gebruik van energiebehoud, voor het gebruik van een half mv kwadraat en m keer g keer h. En dan weer een laatste punt voor het helemaal oplossen. Laatste vraag, die vraag 3 heb ik even omgevormd, veranderd. Drie accenten heb ik hem maar genoemd, want die had ook heel anders kunnen zijn. En dat is wel nuttig om daar eens naar te kijken. Het verschil hier is dat nu gegeven is dat hij met een bepaalde snelheid terechtkomt in het water. En dan is het aan jou om uit te rekenen hoeveel luchtweerstandskracht er dan is. Nou, die massa is weer belangrijk, 2,8 kilogram. 28 meter boven het wateroppervlak. Onthoud, daar had hij al een snelheid. En hij komt met 30 meter per seconde in het water terecht. Nou, hetzelfde verhaal. Boven heeft hij kinetische en zwaarte-energie. Maar beneden heeft hij kinetische energie, zwaarte-energie en er is arbeid verricht door die luchtweerstandskracht. Er is dus warmte ontstaan eigenlijk. Ik heb het hier met een W weergegeven voor arbeid, work uit het Engels. Dat is dus beneden de situatie. Voor arbeid geldt dat de arbeid is de kracht keer de verplaatsing. Als je dat allemaal invult, dan krijg je voor boven dezelfde situatie als net. Maar voor beneden staat daar een half mv kwadraat beneden, plus die arbeid verricht door de luchtweerstandskracht. Als ik dat allemaal invul, dan krijg je die 1790 joule is dat eigenlijk van net. En dat is gelijk aan 1260 joule beneden, plus nog wel wat, ja, er mist eigenlijk energie hier, maar dat is dus warmte geworden.
En dat is dus 530 joule. En als je dat op elkaar, als je dat invult en op elkaar deelt, krijg je 19 newton. Dit heb ik ook weer even verzonnen, hoe je de punten hier krijgt. Voor het toepassen van energiebehoud, voor de formule van arbeid, voor het gebruik van half mv² en mg²/h en dan het completeerpunt. Dan is er een laatste opgave hier, het uitrijden van een auto. Deze heb ik er ingestopt omdat er hier wat met vermogen wordt gedaan. En dit is een knap lastige opgave, het is 5 punten en van alles komt hier samen. Dus dat maakt het zo moeilijk. Dus wel een goede oefening. Maak hem weer eerst zelf, stop de video en ga dan weer verder met kijken. Wat is belangrijk in de tekst? De massa. Het feit dat die motor niet meer verbonden is met de wielen, dus er is geen enkele andere kracht behalve dus een weerstandskracht. En de vraag is, stel dat hij nou wel met een constante snelheid zou willen rijden, dan moet die motor dus wel een kracht leveren. Welke kracht is dat dan? De figuur gaat dus over de situatie van het uitrollen, dan is er alleen maar een weerstandskracht. Als je deze formule niet gebruikt, dan is deze vraag echt ontzettend moeilijk. Dus het is handig om deze een keer gezien te hebben. Het vermogen is kracht keer snelheid. Nou gaat het hier om motorvermogen, dus dan is het ook de motorkracht keer de snelheid. Nou, V is constant, is al gegeven, dus de motorkracht moet gelijk zijn aan de weerstandskracht. Die weerstandskracht haal je uit figuur 1. In die situatie, dat is een andere situatie, daar geldt dat de weerstandskracht is gelijk aan Fres, want dat was de situatie van het uitrollen. Maar Fres is m keer a. En we moeten dus die versnelling halen uit het diagram. Dat hebben we al eerder gedaan, daar ga ik ietsje sneller doorheen. Er is wel iets waar je op moet letten, dat zijn die vervelende scheurlijntjes. Kijk maar onderin de grafiek, daar zie je van die zigzaglijntjes. Dat betekent dat daar een stukje van de schaal weg is gelaten, van de schaalverdeling. Dit punt moet je hebben, teken de raaklijn, bepaal met 2 punten op die raaklijn de toename van de tijd en de toename van de snelheid, of afname van de snelheid in dit geval. Als je die op elkaar deelt, dan kom je op 0,462 meter per seconde kwadraat. Ik heb het minnetje hier dus weggelaten, het gaat alleen om de grootte. De motorkracht is dus de massa van die auto keer de vertraging dus eigenlijk van die auto op dat moment. Dat is 702 newton. En nu moet je alles combineren. 702 newton is de motorkracht die moet leveren als die 25 meter per seconde wil blijven rijden. Dat is dus 18 kilowatt. Je krijgt een punt voor het inzicht dat die motorkracht gelijk moet zijn aan die weerstandskracht. Je krijgt een punt voor het inzicht dat die weerstandskracht in de situatie van het uitrollen gelijk is aan de resulterende kracht. Het bepalen van de versnelling uit de grafiek. Het toepassen van P is F keer V, dus die vermogensformule. En dan weer het completeerpunt. Dan is het tijd voor gravitatie. Eerst wat tips. Gravitatiekracht werkt altijd tussen alle massa's, hoe ver ze ook uit elkaar zijn. Gebruik zwaartekracht echter en zwaarte-energie alleen maar dicht bij het oppervlak van een hemellichaam. Zwaartekracht M keer G hangt af van die G, die valversnelling. En die valversnelling die verandert als je flink omhoog gaat. Dus dicht bij de aarde bijvoorbeeld kun je gewoon G gebruiken, is veel makkelijker. Maar kom je verder weg van de aarde, dan zul je de gravitatiekracht moeten gebruiken. Dus let erop. De gravitatiekracht is altijd gedefinieerd tussen massa-middelpunten. En die vind je in BINAS. Dan gaat het over de straal van een hemellichaam of de baanstraal van een hemellichaam. Die is altijd gedefinieerd tussen de massa-middelpunten. En dat heb ik hier in een plaatje weergegeven. Je ziet hier de aarde en de maan. De maan draait om de aarde bij benadering in een cirkelbaan. En zo'n cirkel heeft een straal, dat noem je dus de baanstraal. En die is gedefinieerd tussen de massamiddelpunten. Dan een voorbeeldopgave over maanrobotjes. Pauzeer me even, lees deze tekst en dan gaat hij verder met de echte opgave. Nou, dit is de eigenlijke vraag. Lees hem eerst zelf, maak hem dan en kijk hem dan na. Voor vraag 13 is het handig om even de kracht te tekenen op dat ruimteschip als het dus naar de maan toe vliegt. Je ziet dat de gravitatiekracht tegengesteld is aan de bewegingsrichting. En dat betekent dus dat er negatieve arbeid wordt verricht. De kinetische energie wordt dus minder.
als er een bepaalde energie minder wordt, dan moet een andere vorm van energie meer worden, want energie is behouden. Dat moet dan wel die gravitatie-energie zijn. Dus de gravitatie-energie neemt toe als het ruimteschip naar de maan gaat. Voor vraag 14 heb ik even aangegeven wat er nou belangrijk is. We beginnen 300 kilometer boven het aardoppervlak. Dan zijn we los van die stuurraket. En de massa is 4000 kilogram. Bereken nou de minimale snelheid van het ruimteschip direct na het afwerpen van de stuurraket. Dat is ook belangrijk. Ja, we hebben het over energie. We hebben het over twee punten. Dus ik heb die twee punten hierboven aangegeven. Punt 1 is dat moment dat je loskomt van de stuurraket. En moment 2 is dat die aankomt bij het oppervlak van de maan. Nou heb ik de afstand er even ingetekend. Dat is ook handig om zelf te doen. 300 kilometer, dat is de hoogte boven het aardoppervlak. Maar het ging om massa-middelpunten bij gravitatie. Dus ik heb de straal van de aarde hier ook aangegeven. Dan is er de afstand tussen de aarde en de maan. Dat noemen we de baanstraal van de maan. En er is nog de straal van de maan. Want we gaan niet tot het massa-middelpunt van de maan, maar we gaan tot het oppervlak van de maan. Twee situaties. De kinetische energie in situatie 1 plus de gravitatie-energie in situatie 2 is gelijk aan die energie in situatie 2. Heb ik hier opgeschreven. Vul de formules in voor kinetische energie en gravitatie-energie. Die zie je hier. Dan hou je dit over, want het ging om de minimale snelheid bij vertrek, bij punt 1. Dat betekent dat je bij punt 2 geen snelheid meer over hebt. Dus daar valt de kinetische energie weg. En dan heb ik dit wat herschreven. Vul de formules in. En ik heb hier gedeeld door de massa van het maanrobotje. Je mag het gewoon allemaal invullen, maar ik vind dat wat onoverzichtelijk worden. Dus ik heb links en rechts gedeeld door die kleine letter m. Dan vul ik hier even alleen maar de afstanden in. Dus in positie 2 gaat het om de afstand tussen de aarde en de maan min de straal van de maan. Want we gaan niet tot het massa-middelpunt, maar ietsje daarvoor. En situatie 1, wat was dat? Dat is de straal van de aarde plus die 300 kilometer beginhoogte. Ik heb de gravitatieconstante hoofdletter g en de massa van de aarde niet ingevuld, want het wordt een spaghetti-bende. Die kun je vinden in binomstabel 7 en 31 uit mijn hoofd. Nou, als je alles invult, dan betekent dat een half v kwadraat is gelijk aan dit getal. Deel door een half, of dus keer 2, en haal de wortel eruit. En dan vind je 10,8 keer 10 tot de derde meter per seconde. Oftewel 10,8 kilometer per seconde. Je krijgt een punt voor het toepassen van die formule van energiebehoud. Dat je dat inzicht hebt. Je krijgt een punt voor het invullen van een halve v kwadraat en de gravitatie-energieformule. Je krijgt een punt voor het goed in rekening brengen van die afstanden. En tot slot het completeerpunt. Deze vraag gaat nog even verder met vraag 15 en 16. Pauzeer hem weer en kijk daarna verder. Het gaat dus om dat die krachten gelijk zijn. Dus de gravitatiekracht van de aarde is gelijk aan die van de maan. Daar geldt deze formule voor. Nou zie je dat de massa van de aarde, die is natuurlijk veel groter dan die van de maan. Dus als je precies in het midden gaat kijken, bij punt E, dan zal de aantrekkingskracht van de aarde veel groter zijn dan die van de maan. Gaan we nou naar D, C of B, dan komen we alleen maar dichter bij de aarde. Wordt de aantrekkingskracht van de aarde alleen maar nog groter. Dus daarom vallen die af. Dat is vraag 15. Voor vraag 16 is het handig dat je hetzelfde opschrijft als wat je nu ziet. En dat betekent dus dat je de krachten aan elkaar gelijk stelt. Er zijn een heleboel dingen hetzelfde, namelijk die hoofdletter G en de kleine letter M. Dat is de massa van het ruimteschip. Die delen we weg. En het ging om het vinden van de verhouding van de afstanden. Dus dit moet je even omschrijven. En je trekt de wortel eruit, want er staan kwadraten van afstanden. En dan vind je dus dat het gaat om de verhouding van de massa van de maan ten opzichte van de aarde en daar de wortel uit. Als je dat netjes invult, vind je 0,11 afgerond. En dat betekent dus dat positie G de juiste is. Je krijgt een punt voor het inzicht dat die formules aan elkaar gelijk gesteld moeten worden. Voor het verwerken daarvan, dus voor het omschrijven daarvan en het uitrekenen. En tot slot de conclusie. Cirkelbeweging, dat is het laatste stukje uitleg met een oefenopgave. Bij een cirkelbeweging is er een of ander voorwerp dat in een cirkelbaan beweegt. Dat spreekt denk ik voor zich. Maar Newton zei dat als er ergens geen kracht op werkt, dan beweegt het juist in een rechte lijn. Dus om iets in een cirkelbaan te laten bewegen, is daar een kracht voor nodig, gericht naar het middelpunt van de cirkelbaan.
Als dat het geval is, heb je een eenparige cirkelbeweging. De grootte van de snelheid is dan constant, maar de richting niet. Elke keer verandert dat voorwerp van richting, maar omdat de kracht loodrecht op de bewegingsrichting staat, verandert niet de grootte van de snelheid, maar alleen de richting. En dat gaat zo steeds verder en dan gaat hij dus in een cirkeltje. Nou, de snelheid die langs de baan heeft, die kun je uitrekenen met de omtrek van die cirkel 2πr gedeeld door de omlooptijd, hoofdletter t. De middelpuntzoekende kracht, dat is geen kracht die op zichzelf bestaat, dat is een resulterende kracht. Die kracht die wordt dus geleverd door andere krachten of één kracht. Je moet dus op zoek naar bijvoorbeeld een Lorentzkracht of een wrijvingskracht of een normaalkracht, noem maar op. De opgave om mee af te sluiten gaat over deze kermisattractie, het graviton. Het is een opgave uit 2018, tweede tijdvak. Dat graviton is een, je ziet het hier, een soort turbine die rond kan draaien. En aan de binnenkant, dit is de binnenwand, daar kun je dus tegen zo'n schuine wand hangen. En als die dan ronddraait, dan ervaar je dat je tegen die wand aan wordt gedrukt en dan kun je wat rare kunstjes uithalen. Dit is de vraag. Lees hem opnieuw, maak hem eerst zelf en kijk dan verder. Dan is het handig om in die tekening eerst eens even de kracht te tekenen. Je ziet dus, die persoon die staat er stil. Hè? De graviton staat nog stil, dus onthoud, als iets stil staat, moeten alle krachten opgeheven worden. Ik heb hier een pijl naar boven getekend. Dat noem ik de resulterende kracht van die andere twee krachten die in de opgave genoemd worden. Die pijl omhoog moet dus gelijk zijn aan de pijl omlaag. Alleen dan heffen ze elkaar op. Nu wordt er gegeven dat er nog twee andere krachten zijn. De kracht van de vloer op de passagier staat evenwijdig aan de wand. Dus dat betekent dat er een richting langs de wand is en loodrecht daarop. Dat moet dan de wand zelf zijn, die hoeft ook een kracht op. We gaan dus deze kracht, die resulterende kracht, ontbinden in twee componenten, in twee richtingen. Teken daarvoor eerst deze twee richtingen. Dan teken je parallel aan die ene richting vanuit de kop van die resulterende kracht een lijntje. En die snijdt dan die richting langs de wand. Hetzelfde doe je voor de tweede richting. Het is een beetje spraakverwarring, maar het plaatje maakt het hopelijk duidelijk. Dus dit wordt een parallelogram. Tevens een rechthoek in dit geval, omdat we een loodrechte component hebben. En dan zijn die componenten, die worden gegeven door dat snijpunt daarvan. Hè. Dus dit is dan de normaalkracht. Die heb ik parallel genoemd, want parallel aan de wand. En de normaalkracht die door de wand wordt uitgeoefend. Hoe groot zijn die krachten? We weten alleen dat de zwaartekracht gelijk is aan 697 newton. Je hebt een uitwerkbijlage gekregen, eigenlijk op je examen moet je je even voorstellen. En als je die zou uitprinten zou bekijken, dan is de pijl daar 7 centimeter lang. Dus afgerond is de schaal 1 centimeter komt overeen met 100 newton. Dat betekent dat als je dan de pijlen opmeet, dat die parallelle normaalkracht 6,6 centimeter is. En dat is dus 6,6 keer 10 tot de tweede newton. En die loodrechte component is dan 2,4 centimeter lang. En dat komt overeen met 2,4 keer 10 tot de tweede newton. Nou, voor 9 moet je bedenken dat je een middelpuntzoekende kracht naar het midden toe hebt. Je gaat draaien, dus er moet een middelpuntzoekende kracht naar het midden toe werken. Kijk in die ontbinding van die krachten. Dan zie je dat de enige kracht die dat voor elkaar kan krijgen, dat jij naar binnen wordt geduwd, dat is die loodrechte component. Dat is de wand dus die op jou een kracht uitoefent. Dat betekent dus, dat is de conclusie, de normaalkracht wordt groter. Waar kon je nou punten voor krijgen? 1 punt bij vraag 8 voor het ontbinden van die krachten, voor het tekenen van de krachtpijlen. Het gebruik van FZ is MKG. Voor het bepalen van de schaal. En voor het opmeten van die componenten en het completeren. Voor vraag 9 waren er 2 punten. Eentje voor het inzicht dat er een middelpuntzoekende kracht naar het midden van de cirkelbaan nodig is. En het inzicht dat de wand die kracht levert. Dus die conclusie was niet eens echt nodig. In dit geval. Dit is echt de echte laatste vraag. Het graviton vraag 10. Ik maak hem eerst zelf. Het gaat om de middelpuntzoekende kracht. Dus het ligt voor de hand om die formule uit Binas op te schrijven.
mv kwadraat gedeeld door r. Nou weet je ook dat er iets ronddraait. En in de vraag kun je al zien dat je iets met pi moet doen. Dus je moet al denken van, hey, ik heb pi nodig. En daar staat een omlooptijd t. Dus ik zal wel iets met die formule moeten doen van v is 2πr gedeeld door t. Nou, als je die twee combineert, in dit geval is het echt waar. Dit is niet heel moeilijk. Je moet hem invullen in de vorige formule. Soms is het lastiger, dan moet je moeilijker dingen omschrijven. Nu hoef je hem alleen maar in te vullen en dan in het kwadraat te doen. En dan volgt 4pi kwadraat. Dat is die 2pi die in het kwadraat is. Dan r kwadraat krijg je dan. Dat deel je door r. Dus daar staat er gewoon r. Die m blijft staan. En je deelt nog door t in het kwadraat. Nou, moeten we nog uitleggen in welke situatie A of B het meer moeite kost om je hoofd van de wand op te lichten. Nou, kijk naar de formule. Een grotere R, dat betekent dat er een grotere MPZ nodig is, FMPZ. Normaal gesproken levert de wand die kracht. Hè? Je ligt met je hoofd op de wand en de wand duwt jouw hoofd in de goede richting, zodat je in een cirkeltje beweegt. Als je je hoofd opricht, dan moet je hoofd of jouw nek die middelpuntzoekende kracht leveren. En hoe groter R, hoe groter die middelpuntzoekende kracht is. Dus in positie A is de straal het grootst. Dan lig je het vers naar achter van het middelpunt. Dus daar is de kracht ook het grootst. Dat kost het meest moeite. Een punt. Voor het combineren van die twee formules. Completeren ervan. Het inzicht dat in positie A de straal het grootst is. Daar krijg je een punt voor. En dan nog een punt voor de conclusie. 4 punten. Dit was de examentraining mechanica. Een lange zit misschien, maar ik hoop dat je de inhoudsopgave hebt gebruikt en er rap doorheen bent gegaan naar die stukken die je nodig hebt. Ik hoop dat je de examentraining geslaagd vond. Ik wens je heel veel succes bij je examen. Tot ziens.